Hallo allemaal, hier ben ik weer, Delilah Teunis. Nou, ben je nog geen abonnee? Hey, druk hier beneden eventjes op de knop abonneren en mis geen enkele video meer van mij. Plus, je doet dan ook mee om leuke prijzen te gaan winnen. En vele extra's, leuke quotes die ik op mijn site en zo plaats. Dus daar krijg je dan leuke meldingen van. Want ja, positiviteit hebben we allemaal nodig, vooral in deze tijden. En vandaag is het schaterdag. Zoals jullie zien, heb ik donker haar. Dit is mijn winterlook voor dit jaar. Want ik was het even helemaal zat, dat blonde. Ik denk, ik moest helemaal wat anders. Het was eigenlijk de bedoeling om net even wat anders te doen met mijn haar. Niet zo drastisch een heel stuk donker. Mijn man heeft mijn haar gedaan. En dat is best wel goed gelukt hoor, moet ik zeggen. Alleen we hebben niet helemaal slim over iets nagedacht. Want ik wilde de onderkant donker hebben. En dan wilde ik van die lowlights door mijn blonde haar heen. Nou, de lowlights zetten was geen probleem, alleen we waren vergeten er blond tussen te laten. Ja, dus dit is dan de uitkomst geworden. Het is allemaal donker geworden. En, nou, op zich, ik moet zeggen, het is de eerste keer dat ik bruin haar heb. En ik vind mezelf helemaal niet heel slecht staan. Dus we gaan lekker zo door, want mijn haar moet echt een heel stuk gezonder worden. Ik heb natuurlijk een heel akkefietje gehad met die stomme krultang. En mijn haar ging zo kort, voor degene die het niet weet. En dit mooie lange blonde haar. Maar nu heb ik dus donker haar genomen, zodat het niet zo extreem gebleekt gaat worden. En het niet steeds stuk gaat. Nou. Dus nu houden we eventjes een tijdje donker. Even alles weer gezond krijgen. En dan zie ik wel weer welke kleur het op gaat. Misschien wel gewoon mijn eigen kleur. Lieve mensen, vandaag is het schaterdag. Nou, en we gaan het hebben over grappige dingen die ik in mijn leven heb meegemaakt. Ik sta er wel een beetje onbekend om de blunders. Op een of andere manier maak ik altijd iets geks mee. Of iets aparts. Dat ik denk van oké. Een hoop dingen die ik dan zelf ook een beetje dommig aanpak. Dat ik denk oké. Delilah had ik wel wat meer over na kunnen denken. Of bijvoorbeeld de datums niet goed in de gaten houden. Dan heb ik een afspraak ergens en dan ben ik er een week te vroeg of twee weken te laat. Nou ja, te laat heb ik ook nog wel eens gebeld. Maar goed, inderdaad, het kan wel eens gebeuren dat ik dan te laat ben of dat ik gewoon echt vet te vroeg ben. Ja. Zo had ik bijvoorbeeld een keer een prijzenuitreiking. Ik had een prijs gewonnen. Ik was zo enthousiast. Ik was de beste verkoopster en ik had een Dolce & Gabbana tas gewonnen. Ja, was helemaal blij. Maar het zou op dinsdag zijn. Althans, het was ook op een dinsdag. Maar ik was dus een week te vroeg. Ja, dus ik helemaal naar Chanel gereden. En zeg maar, daar waar ze al die dingen verkopen. Het hoofdkantoor van Chanel en Yves Saint Laurent en Dior en weet ik het allemaal. Nou, daar was ik heen gereden. Ja, op een dinsdag. Maar Delilah keek niet goed op de datum. Dus was ze er een week te vroeg. Dus ik kom binnen van, waar is de prijzenuitreiking? Mevrouw echt achterbalig. Prijzenuitreiking? Ik weet van niks. Ik zeg, ik zit toch goed hier zo? Dit is toch het hoofdkantoor? Ja, zegt ze, het is het hoofdkantoor, maar er is geen prijzenuitreiking. Of vandaag, er zit toch geen prijzenuitreiking. Helemaal naar Rotterdam gereden, 3 kwartier onderweg. Plus de files erbij. Helemaal flink op tijd, dacht ik. Ja, een week te flink op tijd. Dus ik kijk en ik chips. Een week later. Ja. Dus ja, dat heb ik wel vaker. Nu hebben we het over een heel ander verhaal. De mensen die de oudere video's van mij hebben bekeken, die weten wel dat ik in Spanje heb gewoond. Nou, de mensen die het nog niet weten, ik heb in Spanje gewoond. Het was heel erg leuk. Ik heb leuke tijden meegemaakt. Maar goed. Hier in Nederland liet ik natuurlijk wat vrienden achter. En natuurlijk hielden wij altijd contact. Ja, goede vrienden blijven voor het leven. En soms wisselt het wel eens in je leven. Maar ik had destijds een beste vriendin. En die beste vriendin, die had een vriendje. En toen ik naar Spanje ging, had ze nog steeds dat vriendje. En op een dag had het vriendje het uitgemaakt. Dus zij huilend aan de telefoon. Delilah heeft het uitgemaakt. Zo, ik denk, klootzak en die smeerlap, weet ik het allemaal. Ja, om dat meisje helemaal aan het huilen te maken. Wat denkt hij wel niet? Dit, dat. Dus probeerde erop te beuren. Maar natuurlijk, dat vond ze helemaal niet leuk dat hij het uit had gemaakt. En die kwam een beetje in de knoop met zichzelf. En ik had haar, toen de tijd had ik haar ook het boek De Meest van het Verre Oosten gegeven. Ik zeg, nou weet je wat, pak dat boek er weer eens bij. Ga eventjes lezen. Probeer ook positieve gedachten te komen. En
positief vibes. Nou, dat meisje dat kreeg dat niet helemaal voor elkaar. Want ze zat zo in de knoop met dat die weg was. Dat die het uit had gemaakt. En nou ja, goed. Wat deed zij? Zij wilde zichzelf van het leven beroven door zichzelf van de trap af te gooien. Nou, haar ouders zijn wat, hoe moet ik het zeggen? Hoe noem je dat? Conservatief. En ja, dat zijn ook niet van die praters. Wat ik eigenlijk best wel me verbaas dat het in heel veel families is. Dat mensen gewoon niet praten met elkaar. Op een of andere manier kiezen ze voor een soort van hun gedachten de makkelijke weg. Maar goed, zijn geen praters. Dus die raakt helemaal in de stress. En in plaats van te praten met hun dochter, ja, hebben ze dus de GGZ gebeld. En hebben ze haar op laten nemen in een gesloten inrichting. Nou, dat meisje is echt niet een type voor in het gesloten inrichting. Maar goed, zij belt mij vanuit de gesloten inrichting op, want ik wist niet dat dat gebeurd was. En ze hebben me in een gesloten inrichting gestopt en ik hoef hier niet in. Ik kan alleen met niemand praten erover, bla bla bla. Ik zeg, nou meiden, hou je sterk, ik kom eraan, zei ik tegen haar. Dus ik, die ouders ook nog gebeld, zei, waarom hebben jullie haar nou in een gesloten inrichting gestopt? En dit en dat, dus hun legde uit, ja, maar ze wilde zichzelf van de trap afgooien en dit en dat. En wij waren in paniek en we hebben de GGZ gebeld en we hebben haar gedwongen op laten nemen. Ik denk, nou, dat is helemaal te bizar voor woorden. Dat kan toch niet? Dus ik denk, nou, weet je, ik haal haar uit die gesloten inrichting. Ik met haar ouders gepraat. Ze luister, ik kom naar Nederland toegevlogen en dan ga ik haar helpen. Nou, dat vonden ze fijn, dus ik naar Nederland toe. Maar let op, ja, wat er gebeurt. Dus ik vlieg naar Nederland toe. En ja. En ik kom aan op Schiphol. Nou, ik ga met de trein. Want ja, ik had geen auto toen. Ga ik naar Apeldoorn toe. Want dat is waar ze wonen. Dus ook dat meisje waar ik eerder over verteld heb in de video. Dat ik dacht dat er op me geschoten werd. Jongens, hier moeten jullie echt even kijken, de video. Ik heb pas zelf weer teruggekeken. Ik heb om mijn eigen weer eens een keer zitten lachen. Dat is best grappig, hè, om je eigen lachen. Maar goed, het is een leuke video. Dan kan je weer een verhaal van mij horen. Wat ik heb meegemaakt. En dat was ook met hetzelfde meisje. Hetzelfde vriendin. Dus ik naar Apeldoorn toe. Nou, naar die GGZ-instelling. Maar plaats ik nou iets fatsoenlijks aan doe? Nee. Die Leila zag er zo uit. Let op. Die Leila zag er zo uit. Ja. Maar goed. Ik had helemaal geen verstand van gesloten inrichtingen. Ik was er nog nooit geweest. Ik ken ook helemaal niemand die erin had gezeten. Ik had geen idee wat ik daarvan moest verwachten. Ik heb wel natuurlijk wel gehoord wat er allemaal gebeurt. Hè, en hoe dat allemaal in zijn gang gaat, zeg maar, daarbinnen. Maar wist ik veel. Ik ging gewoon dat meisje eruit halen. Maar ik kom natuurlijk uit Marbella gevlogen. En in Marbella ziet iedereen er gewoon wat opvallend uit. Ja, en nou ben ik best wel een wat opvallend type. Vooral, ik had heel erg lang mooi blond haar, zoals vele mensen weten. Maar goed, ik moet nou een pruik opzetten, want anders weet je niet dat ik lang blond haar had. En in ieder geval, dus ik had een knalrood jasje aan. Ik heb die kleding helaas niet meer. Maar een knalrood jasje en een knalrode rok met een zwarte panty met rode hakken. Nou, ik leek rood kapje wel. In ieder geval, ja. Hartstikke opvallend natuurlijk in dat grijze zwarte Nederland. Ja, want hier heeft iedereen grijs en zwart aan. En ja, zeker geen knalrode kleding met een panty. Een heel leuk pakje. Echt waar, superleuk. Maar ja, dus ik daar naartoe en ondertussen zit ze me te bellen. Ja, die Lala ben je er al bijna, want ik heb de meisjes van het Verre Oosten hier zitten lezen. En ik zit ook te vertellen dat de dood niet bestaat en allemaal dat soort dingen. En nou komt er een vrouwtje die daar ook in die inrichting zit. Die komt naar me toe en die zegt, mag ik bij jou zitten? Want bij jou ben ik in de hemel. En wat moet ik daar nou mee? En dit en dat en zo. Ik zeg, ja, ik kom eraan. Blijf in die hemel. Ik zeg, vooral positief denken. Nou, dus ik onderweg op mijn hakken. In die rode kleding. Ik weet niet of jullie die film kennen. Hartstikke grappig, moeten jullie een keer gaan kijken. My stepmother is an alien. Ja. Hier zie je het plaatje. Oh, zag ik eruit. Nou, my stepmother is an alien. Nou, ik was, die Leila is een alien. En die, die ging op pad naar die gesloten inrichting. Ik naar die gesloten inrichting. Ik aanbellen.
En ik zei, ja, ik kom mijn beste vriendinnetje ophalen, die en die. En ja, hier is ze. Ik zat, nou, ze was helemaal blij dat ik er was. Ze zegt, weet je wat, we gaan eventjes een drankje doen aan de overkant bij dat cafeetje. Ik zei, nou, dat is goed. Ik zeg, en haar ouders waren ook mee. Dus wij lopen naar binnen in het café. We gaan zitten aan een tafel. Ja, dus zij komt hier met een dienblad aan en wat te drinken. En nou, ze hadden dat meisje helemaal onder de antidepressiva gestopt en de pillen en weet ik het allemaal. Ik denk, nou, wat is er met haar gebeurd? Wat is er aan de hand hier? Zo, hoe kun je je kind in 2 weken tijd in een gesloten inrichting stoppen terwijl je haar kent? Zo is ze normaal niet. Nou, oké. In ieder geval, de liefde en wanhoop kan soms hele rare dingen met iemand doen. Maar om nou je kind direct in een gesloten inrichting te gooien. Maar goed. Dus wij zitten daar in dat cafeetje, maar daar zitten dus allemaal een beetje van die gekken, hè? Van die uit de gesloten inrichting, ja, die echt van het padje af zijn, zeg maar. Dus wist ik veel, dus ik werd natuurlijk, alle ogen waren op mij gericht. Ja, dat blonde haar, die felrode kleren, dat is natuurlijk net een stier, hè, die op dat rood allemaal afgaat. Ik was het mikpunt, zeg maar. Ik denk, oh, waar zit ik nou weer, dacht ik bij mezelf. Nou, dus, we zitten aan die tafel. En ja hoor, daar komt zo'n gek. Die komt deze zo die kant op zo. En die komt zo aangelopen. En die loopt zo achter om mij langs. En achter dat meisje, mijn vriendinnetje langs zo. En zo, zegt die. En die gek, ja, die zit zo naar me te staren en te kijken. En die gaat natuurlijk recht naast mij zitten. Ik denk, oh, heb ik dat nou weer, dacht ik bij mezelf. Dus ik pak zo mijn drinken en ik denk, ik negeer het. Weet je wel, ik negeer het, maar ook niet te veel. Want ja, die moet niet boos gaan worden natuurlijk. Je weet niet wat hij gaat doen. Dus hij komt naast me zitten. Ineens pakt hij het dienblad vast. En dan doet hij dit. Ken je dit? Ken je dat? Ken je dit? Ken je dat? Ken je dit? Ken je dat? Ik zeg, nee, dat ken ik niet. Zeg ik dan tegen hem. Ik zeg, dat ken ik niet. Ik kijk haar zo aan en ik denk, oh, denk ik bij mezelf, dadelijk krijg ik een klap met die dienblad voor mijn kop, dacht ik bij mezelf. En hij pakt ineens een glas bij me vandaan en dan doet hij dit. Ken je dit? Ken je dat? Ken je dit? Ken je dat? Ken je dit? Ken je dat? Ik zeg, nee, dat ken ik niet. Nou, zij ging helemaal flippen. Nee, dat ken je niet. Dat je jou niet maakt dat je weggaat. Nou, dus die kerel die staat op. Gelukkig schokt hij van haar. En ik erbij. Ik denk, oh. Dus hij staat op, die vent. En ineens doet hij dit op mijn hoofd. Ik ging helemaal. Ik denk, wat is dat voor vuist? Ik denk, oh. Denk ik zo. Ik zeg, maar hoe ben je hier in godsnaam terechtgekomen? Ik zeg, waarom hebben jullie haar hier gestopt? Ik zeg, je ziet toch dat ze hier niet hoort? Ja, we wisten ons geen raad en dit en dat. Ze wilde hier, ze wilde zichzelf wat aandoen en we waren in paniek. Ik zeg, ja, nou nee, dit is lekker. Ik zeg, hier is je kind, dat is goed. Ja, zus, ik heb helemaal voor mezelf moeten opkomen. En boksen, ze hebben me een prikken gegeven en onder de antidepressiva gezet. En weet ik het allemaal. In mijn eten hebben ze het gegooid omdat ik het weigerde te nemen. Nou, dus zij had die pillen nog nooit. Ik zeg, nou weet je wat meis? Ik zeg, wat wij gaan doen? Ik zeg, wij gewoon de hele week gaan wij op stap. Ik zeg, dat jij geen tijd hebt om ergens over na te denken. Dus ik heb dat kind heb ik overal mee naartoe gesleurd. Naar alle soorten discotheken en kroegjes. Dat bestond natuurlijk toen nog. En we hebben elke dag feest gevierd. Want ik drink geen alcohol en zij ook niet. En geen roken en dat soort dingen, dat doen we niet. Maar gewoon heel veel op andere gedachten. Heel veel plezier weer maken en leuke dingen doen. En nou, daar is ze helemaal van bovenop gekomen. Ze heeft daarna, na een tijdje, is ze wereldreizen gaan doen. En nou ja, volgens mij gaat het er ook helemaal goed. Inmiddels is het contact is heel lange tijd al verwaterd. Maar ja, dat zijn allemaal wel ernstige, maar ook grappige dingen die je dan meemaakt. En ik dacht van, nou, dat is toch ook niet wat. Ik zeg, als je daar belandt, dan word je ook niet beter hoor. Ik denk, dan ga je in jezelf twijfelen. Ja, zei ze, dat die mensen die dachten dat ze bij mij in de hemel waren. Ik zeg, ja, dan gelukkig gaf je ze dan nog toch hoop. Maar, maar ja, wat een gekkigheid. Dus dat was mijn verhaal met een gesloten inrichting.
waar ik mijn vriendin uithaalde. Dat ik echt dacht, nou, dit gaat echt helemaal niet meer goed. En het is ook gewoon het communiceren. Mensen moeten gewoon beter met elkaar leren praten. En dat kunnen heel veel mensen niet. Er komt heel veel oud zeer of zo naar boven. En natuurlijk zijn er heel veel mensen die ook echt zwaar getraumatiseerd zijn. Of problemen hebben en weet ik het allemaal. En gelukkig zijn er dan ook GGZ-instellingen waar mensen wel goed zijn. Maar er wordt natuurlijk ook heel veel onterechte mensen ingeplaatst. Die gewoon alleen al door te praten eigenlijk een oplossing zouden vinden voor zichzelf. Eigenlijk sowieso helpt praten met heel veel. Maar ja, drugs verpest je leven natuurlijk wel een groot deel. En drank en sowieso verslavingen. Maar goed, dit was een van mijn wilde verhalen. Hebben jullie gelachen? Druk dan ook hier beneden op de knop, op de like-knop. En plaats gerust een reactie als je ook grappige verhalen te vertellen hebt. Of iets te melden hebt over deze video. En ben je nog geen abonnee? Druk dan hier beneden op de knop op abonneren. Mis geen enkele video's meer van mij. Nou, dan ga ik op naar het volgende avontuur wat ik jullie te vertellen heb. Tot schaterdag weer. Doei!